Haridinge-ouds, initiatiefnemer van de gondelvaart tijdens de brandersfeesten, hoopt dat de vaart met verlichte themaboten door de Schiedamse havens weer in het jaar 2025 kan worden gehouden. Schiedam bestaat dan immers 750 jaar. Mari was bij de historische vereniging Schiedam om het verhaal van Schiedam over de gondelvaart te vertellen. De allereerste gondelvaart, met echte gondels, werd volgens Mari in Schiedam al 74 jaar geleden gehouden, op 31 augustus 1948. Het is natuurlijk mooi dat er na 35 jaar brandenfeest, waarin 23 jaar gondelvaart, dat er een historische tentoonstelling is hier bij de historische vereniging, waarin heel veel foto's te zien zijn van al die gondelvaarten in Schiedam, die vanaf 1987 tot 2019 zijn gehouden. En waarin de Schiedammers heel veel plezier van hebben gehad. En de roep om nog een keer de gondelvaart te houden, die blijft. Dus vandaar dat ik ook in mijn verhaal heb aangegeven dat je dat niet per se elk jaar moet doen. Maar bijvoorbeeld als Schiedam 750 jaar bestaat, dat is over 2 jaar. Maar dan moet je wel opschieten, heb ik gezegd. Want het kost heel veel tijd om dat te organiseren. De gemeenteraad van Schiedam heeft 2 jaar geleden gezegd, het moet gewoon. En Schiedam, met zijn mooie lange haven hier, met die mooie binnenhavens, die heeft ruimte om zo'n mooie gondelvaart weer eens een keer te houden. Maar het is verder aan de gemeente om dat eerste initiatief te nemen. Dat is om een ponton van de havendienst. En dat is een boot voor de toekomst, zie ik. Want er staat op anno 2074. Ja. Ik kijk met veel genoegen terug op deze dag, maar ook op die periode dat die 23 gondelvaarten zijn gehouden. En dat we iets moois hebben kunnen doen voor de Schiedammers en voor de toeristen. Want er stonden op sommige momenten 30, 40, 50.000 mensen langs die op de kade van de Lange Haven. Dus ik hoop dat het nog een keer zou kunnen. En de Dickens groep heeft al in mijn oor gefluisterd dat zij ook heel graag een steentje willen bijdragen om 750 jaar Stad Schiedam op een leuke manier te vieren met elkaar, maar ook deel te nemen aan eventueel aan de organisatie van de gondelvaart.